politievrouw Ellie Lust is een voorbeeld voor jonge lesbische vrouwen. En een uitstekende woordvoerster. De aanval op de democratie die is begonnen. Wat vind je nu eerst nog zo mooi om zelf gedaan, om al die artikels bij elkaar? Het is de hele wereld in een notendop. Het zijn meer dan 13.000 artikels die Salva Datus in Den Haag archiveerde. Hij bracht een selectie waarom naar 1000 knipsels en schreun daar zijn visie over. De patiënt wurgt eigenlijk het werk van zijn dikke 600 collega's uit de dagbladjournalistiek. En in die zin is het eigenlijk wel een beetje een ode om wat, laten we zeggen, geen stijl, de dode bomen media neemt. Daarmee doelt de oud-parlementair journalist op de toekomst van de kranten. In de hele wereld worden er minder kranten lezen. Een trend die zond de jaren 90 inzetten en de komende jaren alleen nog maar slimmer worden zal. De trend van teruggang die is gewoon wel onomkeerbaar. En ik denk dat als wij een eerder zien verder binnen, dan ben je voor een hoop generaties kranten toch vooral een soort curiositeiten aan het worden. Ik de rol van de Friese kranten zat wij die ook in, zal gauw minder worden, denkt er. Ik denk dat ik zei, ik kom mij heen, ja, dat als je het zien hier verder binnen, dan zal daar helaas, zei ik, weinig van horen wezen. Het boek luidt van september al in de winkels.